Hypertireoïdie. Hypertireoïdie is een aandoening gekenmerkt door een overactieve schildklier, wat leidt tot een overmatige productie van schildklierhormonen. De schildklier, een vlindervormig orgaan in de nek, speelt een cruciale rol bij het reguleren van de stofwisseling door de productie van hormonen zoals thyroxine, T4, en triiodotyronine, T3. Wanneer de schildklier overactief wordt, kan dit leiden tot verschillende symptomen en gezondheidscomplicaties. Symptomen van hypertireoïdie. 1. Gewichtsverlies. Ondanks een verhoogde eetlust ervaren personen met hypertireoïdie vaak gewichtsverlies. 2. Verhoogde hartslag. Verhoogde niveaus van schildklierhormonen kunnen leiden tot een snellere hartslag, tachycardie en hartkloppingen. 3. Nervositeit en angst. Een teveel aan schildklierhormonen kan leiden tot verhoogde angst, nervositeit en prikkelbaarheid. 4. Hitintolerantie. Personen met hypertireoïdie kunnen moeite hebben met het verdragen van warmte en overmatig zweten. 5. Trillingen. Fijne trillingen, vooral in de handen, zijn gebruikelijk bij hypertireoïdie. 6. Vermoeidheid en zwakte. Paradoxaal genoeg kunnen individuen, ondanks een verhoogd metabolisme, zich vermoeid en zwak voelen. 7. Veranderingen in menstruatiepatronen. Vrouwen kunnen onregelmatige menstruatiecycli of veranderingen in de menstruatiestroom ervaren. 8. Verhoogde stoelgang. Hypertireoïdie kan leiden tot diarree en frequente stoelgang. 9. Spierzwakte. Zwakte en spierverlies kunnen optreden, waarbij zowel grote als kleine spiergroepen worden beïnvloed. 10. Slapeloosheid. Moeite met slapen of slapeloosheid kan een symptoom zijn van hypertireoïdie. Diagnose van hypertireoïdie. De diagnose van hypertireoïdie omvat een combinatie van klinische beoordeling en laboratoriumtests. Hier zijn de gebruikelijke stappen bij het diagnosticeren van hypertireoïdie. Medische geschiedenis. De zorgverlener zal informeren naar symptomen, familiegeschiedenis van schildklieraandoeningen en relevante medische geschiedenis. Lichamelijk onderzoek. Een grondig lichamelijk onderzoek kan tekenen zoals een vergrote schildklier, struma, trillingen, een verhoogde hartslag en oogveranderingen bij aandoeningen zoals de ziekte van Graves aan het licht brengen. Schildklierfunctietests. Deze tests omvatten het meten van niveaus van schildklierhormonen, T3 en T4, en schildklierstimulerend hormoon, TSH, in het bloed. Verhoogde T3 en T4 niveaus met een laag of niet detecteerbaar TSH duiden op hypertireoïdie. De ziekte van Graves, de meest voorkomende oorzaak van hypertireoïdie, presenteert zich vaak met een laag TSH en verhoogde T4 niveaus. Radioactieve jodiumopnametest. Deze test omvat het innemen van een kleine hoeveelheid radioactief jodium, gevolgd door het meten van de hoeveelheid opgenomen door de schildklier. Verschillende patronen van jodiumopname helpen bij het onderscheiden tussen verschillende oorzaken van hypertireoïdie, zoals de ziekte van Graves of toxisch nodulair struma. Schildklierscan. Een schildklierscan gebruikt radioactieve stoffen om beelden van de schildklier te maken. Het helpt bij het identificeren van de locatie en activiteit van schildkliernodules, wat helpt bij de diagnose van aandoeningen zoals toxisch adiom of toxisch multinodulair struma. Echografie. Echografie biedt gedetailleerde beelden van de schildklier, waardoor afwijkingen zoals nodules of ontsteking kunnen worden geïdentificeerd. Fijne naaldaspiratie, FNA, biopsie. In gevallen waarin schildkliernodules worden geïdentificeerd, kan een FNA-biopsie worden uitgevoerd om een klein weefselmonster te verzamelen voor onderzoek. Dit kan helpen bepalen of een nodulus goedaardig of kwaadaardig is. Uitdagingen bij de diagnose van hypertireoïdie. Subtiele symptomen. De symptomen van hypertireoïdie kunnen subtiel zijn en andere aandoeningen nabootsen, wat leidt tot vertragingen in de diagnose. Overlap met andere aandoeningen. Sommige symptomen van hypertireoïdie, zoals gewichtsverlies en angst, kunnen aanwezig zijn bij andere medische aandoeningen, waardoor het moeilijk is om ze uitsluitend toe te schrijven aan schildklierdysfunctie. Variabele presentatie. De presentatie van hypertireoïdie kan sterk variëren tussen individuen, waardoor het belangrijk is dat zorgverleners een combinatie van symptomen en diagnostische tests overwegen.
Interpretatie van schildklierfunctietests. Het interpreteren van schildklierfunctietests vereist expertise, omdat factoren zoals medicatie, niet-schildklierziekte en zwangerschap de resultaten kunnen beïnvloeden. Auto-immuunfactoren, de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte die hyperthyreoïdie veroorzaakt, kan extra manifestaties hebben zoals oogveranderingen, Graves' oogziekte, wat de diagnose verder compliceert. Schildklierstorm, in ernstige gevallen kan de diagnose gecompliceerd worden door het optreden van een schildklierstorm, een levensbedreigende aandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist. Leeftijdsgerelateerde verschillen, de symptomen van hyperthyreoïdie kunnen zich anders manifesteren bij oudere volwassenen, wat mogelijk leidt tot onderdiagnose. Vanwege deze uitdagingen is een alomvattende aanpak met klinische beoordeling, passende laboratoriumtests en beeldvormende studies cruciaal voor een nauwkeurige diagnose. Samenwerking tussen zorgprofessionals, waaronder endocrinologen en radiologen, is vaak noodzakelijk voor een effectief diagnostisch proces. Behandelingen voor hyperthyreoïdie. Antithyreoïde medicijnen, geneesmiddelen zoals metimazol en propylthiouracil, PTU, remmen de productie van schildklierhormonen. Radioactieve jodiumtherapie. Radioactief jodium wordt via de mond ingenomen en vernietigt selectief overactieve schildkliercellen. Deze behandeling leidt vaak tot hypothyreoïdie, wat levenslange vervanging van schildklierhormonen vereist. Schildklierectomie, chirurgische verwijdering van de schildklier, is een andere optie, gereserveerd voor gevallen waarin medicatie en radioactieve jodiumtherapie niet geschikt zijn. Prognose en risico's van hyperthyreoïdie. De prognose voor hyperthyreoïdie is over het algemeen goed met de juiste behandeling. Echter, onbehandelde of ontoereikend behandelde hyperthyreoïdie kan leiden tot complicaties zoals hartproblemen. Onbehandelde hyperthyreoïdie kan het hart belasten, wat kan leiden tot aandoeningen zoals atriumfibrilleren of hartfalen. Osteoporose, overmaat aan schildklierhormonen, kan de botdichtheid beïnvloeden, het risico op osteoporose vergroten. Schildklierstorm, in ernstige gevallen kan onbehandelde hyperthyreoïdie leiden tot een levensbedreigende aandoening genaamd schildklierstorm, gekenmerkt door een plotselinge en ernstige verergering van symptomen. Oogproblemen, de ziekte van Graves, een veel voorkomende oorzaak van hyperthyreoïdie, kan worden geassocieerd met oogproblemen zoals uitpuilende ogen, exophthalmie en veranderingen in het gezichtsvermogen. Complicaties bij zwangerschap. Hyperthyreoïdie tijdens de zwangerschap vereist zorgvuldig beheer, omdat het risico's kan opleveren voor zowel de moeder als de baby. Het is cruciaal voor personen die symptomen van hyperthyreoïdie ervaren om medische hulp te zoeken voor een nauwkeurige diagnose en passend beheer. Regelmatige opvolging met zorgverleners is essentieel om de schildklierfunctie te monitoren en de behandeling indien nodig aan te passen. Bekijk ook de video over hypothyreoïdie of trage schildklier en video's over verschillende soorten schildklierkanker. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te likken en te abonneren op de video. Let op, deze medische video is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Het vervangt geen professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor persoonlijk advies met betrekking tot uw gezondheidssituatie. Gebruik de informatie uit deze video niet als vervanging voor professioneel medisch advies.